krijg je een brief waarin staat dat je moet betalen en ken je het bedrijf niet, ga er dan wel eventjes nakijken. En krijg je een brief van een incassobureau of een deurwaarder, check dan ook of het wel echt een bestaand incassobureau is. Geef niet meer geld uit dan je hebt. Word je bijvoorbeeld werkloos en je inkomen daalt, ga dan kijken naar je uitgaven en of je daar aanpassingen aan kan doen. Je kunt ook kijken of je misschien recht hebt op toeslagen. Heb je een schuld die je moet betalen, dan kun je eigenlijk heel vaak een betalingsregeling treffen. Dan kun je per maand het bedrag afbetalen als je dat niet in één keer kunt. Let wel op dat je een regeling treft die ook echt na kunt komen en dat niet andere betalingen in de knel komen. Heeft de werkgever je loon niet betaald, dan kun je ook bij ons terecht. We kunnen dan kijken wat er aan de hand is, we kunnen je tips geven en we kunnen ook helpen met het schrijven van een brief, zoals je die ook kunt vinden op onze website juridischloket.nl. Kom je er niet uit, vraag dan hulp. Je staat er niet alleen voor. Je kunt terecht bij budgetbeheer en je kunt ook altijd naar de inloopspreekuren van het Juridisch Loket. We helpen je graag.